Hallo en welkom bij F1 2010. Misschien dat dit een nieuwe serie gaat worden op mijn kanaal. Ik ben natuurlijk op dit moment bezig met de F1 2014 career mode. Maar F1 2010 heb ik nooit echt veel gespeeld. Ik heb wel veel gewone Grand Prix races gedaan en zo. Maar ik heb nooit een career mode gedaan. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om dat te gaan doen. En Dus daarom dacht ik gewoon ik kan het ook gewoon opnemen en er video's van maken. En dit is een live commentary, als je het nog niet door hebt. Dus ik zal waarschijnlijk gewoon een seizoen rijden in career mode met een live commentary erbij eigenlijk. En ik weet dat sommige van jullie die zullen wel een beetje de F1 community volgen. Ik weet van jullie wel dat sommigen bijvoorbeeld Jamie Marduk volgen. En hij doet ook een F1 2010 career mode. En ik heb ook anderen het zien doen. Dus ik denk, ik heb eigenlijk zelf ook gewoon zin in. En ook omdat ik nooit F1 2010 echt voor heb gespeeld. En ik heb nog nooit, zoals ik net zei, een career mode gedaan. Dus ik heb wel al een team gekozen. Kennelijk, Williams. Dus daar kunnen we wel mee gaan. Ik heb dit spel ook nog niet lang geleden gekocht. Want ik heb het allereerste Formule 1 spel dat ik speelde was F1 2011. Dat kocht ik toen hij net uit was. Toen was ik 10 of zo. Dus toen wist ik ook nog niet zoveel van Formule 1 en zo. En in 2011 heb ik heel veel gespeeld. En ik heb er ook heel veel van geleerd. En eigenlijk door F1 2011 heb ik ook veel geleerd over hoe de Formule 1 werkt en zo. En ben ik het ook eigenlijk gaan volgen. En daarna sloeg ik F1 2012 over en kocht ik F1 2013. En in F1 2011 had ik een heel career mode seizoen gereden in HRT. En in F1 2013 heb ik een heel career mode seizoen gereden in Lotus. En ook een heel season challenge seizoen in Marussia. Maar F1 2010 en F1 2012 heb ik daarna gekocht. Allebei op hetzelfde tegelijkertijd. Maar F1 2010 en F1 2012 heb ik nooit echt veel gespeeld. Eigenlijk heb ik wel zin om dat gewoon te gaan doen. Dus hier zijn we dus in career mode. En ik heb dit nooit echt gebruikt hier. Ik vind het wel leuk, want je kan zo om je heen kijken en zo. En je zit hier echt zo in de paddock echt. En je hebt echt het gevoel dat je een beetje een echte Formule 1 coureur bent. Net als in F1 2011. Ik vind dat jammer. Sinds F1 2012 heb je dat niet meer met die interviews en zo. Maar in F1 2010 heb je dat nog wel. Dus ik kies hier eventjes een helm. Ik ga voor... ik denk dat ik ga voor deze Britse helm. Want ik denk Williams is natuurlijk een Brits team. Dus ik denk misschien dat het wel mooi bij elkaar past. Ja, ik ga gewoon voor een Britse helm. Dus we zullen nu de vrije training ingaan in Bahrein. Maar ik zal dat denk ik niet opnemen. Want dat duurt heel erg lang. En ik zal wel eventjes de moeilijkheid denk ik aanpassen. Dit ziet er wel goed uit. Ik denk Legend en geen flashbacks. Dus eigenlijk alle hulpmiddelen uit. Behalve de Dynamic Racing Line. En Legend AI, geen flashbacks. Ik denk dat 20% wel goed genoeg is. En Short Race Weekend. Dus... nu gaan we dus naar Bahrein voor de vrije training. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, hier zijn we dus in de vrije training. En ik heb net 7 ronden gereden. En ik reed eerst een aantal ronden. Lag toen eventjes eerste. Ben toen weer teruggegaan naar de pits. Heb een beetje de tijd doorgespoeld. En toen... mijn engineer praat daar eventjes door mij. Maar in ieder geval, toen ben ik dus weer teruggegaan naar de pits. Toen viel ik terug naar de 7e plaats. Ben ik opnieuw naar buiten gegaan. En had ik een 1.57.8 neergezet. Wat weer goed genoeg was voor voorlopig de eerste plaats. En ik zal nu eventjes de tijd doorspoelen om te kijken voor hoe lang deze tijd zal blijven. En Sebastian Vettel is er nu onderdoor gegaan met 9000ste van een seconde verschil. Dus dat is heel weinig. Maar op zich, ik ben erg blij met de tijd die ik neerzet. Dus ik denk dat ik gewoon, de rest van de sessie gewoon zal doorspoelen. Want ja, ik denk niet dat ik mezelf echt kan verbeteren. Want het was echt wel een goede ronde, die ronde die ik had neergezet. Daar gaan we. 2e plaats in de vrije training. En ook nog eens... Oké, sorry ingenieur, ik praat weer door je heen. Maar in ieder geval, we zijn dus 2e in de vrije training. Op de primes, ik heb niet eens de options gebruikt. En even goed waren maar 9000ste van een seconde langzamer dan Vettel. Oké, hier zijn we dus in Q1.
En, of tenminste, ik denk dat het Q1 is. Ik weet niet of... Ik heb short race weekend ingesteld. Dus ik weet niet of het nu 1 kwalificatiesessie is. Of dat het 3 kwalificatiesessies zijn. Oké, op het moment liggen we 7e. Maar wat ik me afvraag is... Is dit nou Q1 of is dit gewoon de kwalificatie gewoon voor je startpositie? Ik heb echt geen idee. Ik weet ook niet hoe ik het te weten kan komen. Oké, ik denk dat ik gewoon nu de tijd zal doorspoelen. Ik praat weer door mijn ingenieur heen. Oké, maar ik denk dat ik... We liggen op het moment 7e en ik denk dat ik gewoon de tijd zal doorspoelen naar het eind van de sessie. En dan zullen we vanzelf wel zien of we doorgaan naar Q2 of dat het gewoon onze startpositie is. Maar op zich was het wel een oké rondetijd. Dus, nou misschien dat ik gewoon nog 1 keer zo naar buiten ga om mezelf te verbeteren. Want ik maak natuurlijk wel een foutje in die ronde. Dus ik ga eventjes opnieuw naar buiten om mezelf te verbeteren. Want stel het is wel voor startpositie deze kwalificatie, dan kan ik misschien nog iets hoger op de grid komen. Ga aan de kant, De La Rosa. Ga aan de kant. Ik zei ga aan de kant. Oh, deze ronde is nu voorbij. Oké, we zullen dus nu onze 3e ronde starten in de kwalificatie. Deze ronde was natuurlijk erg langzaam omdat we net werden opgehouden. Oeh, ging bijna fout daar. Nee, oh mijn god. Oh, dat is zo balen. Ik was met een goede ronde bezig daar. Nou, dat is dus de kwalificatie over voor ons. Maar wat ik niet weet, misschien dat dit gewoon Q1 was. Ik vraag het me echt af. Oké, het was dus niet Q1, het was gewoon de kwalificatie. Oké, 6e is natuurlijk niet zo heel erg slecht. We waren 1,2 seconden langzamer dan Vettel. Maar in ieder geval, dit is dus de startopstelling voor de race. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Hier zijn we dus voor de race 10 ronden in Bahrein. In event 2014 is Bahrein eigenlijk een van mijn favoriete circuits en ook een van mijn beste circuits. Ik heb daar een tijdje geleden mijn race gehad in career mode. En sommigen van jullie zullen waarschijnlijk die video wel hebben gezien. Dat was echt een hele mooie race. Maar we zijn dus hier in Bahrein en we gaan... Wat is de race strategie? Pitstop in de 3e ronde. Oké. Oh ja, tuurlijk. Weet je wat ik me nu ook bedenk? De banden waar we nu op starten, die zijn ook best wel versleten. Want ik heb er iets van 6 ronden op gereden of zo. Oh, dat is ook wel balen. Dus hier gaan we voor de race, voor de eerste race van het seizoen. Hopelijk hebben we een goede start. Oké, het was een goede start. We hebben daar alvast Alonso gepakt. Maar Alonso heeft een betere snelheid in de hogere versnellingen. Kijken wat we hier kunnen doen in de eerste bocht. Ik raak daar een McLaren aan de binnenkant bij Red Bull daar van Webber. We liggen 3e, dus we hebben een goede start gehad in deze race. Hamilton gaat langzaam. Oh, ik spin bijna daar. En we liggen 2e. Dat was een hele goede start. Kunnen we Vettel pakken? Ik denk het niet. Maar ik zal het wel proberen. Oké, de banden zijn nog niet zo heel erg versleten, dus... Dat is niet zo erg. Oh, we kijken bij Vettel aan de buitenkant. Maar Vettel zit aan de binnenkant, dus we kunnen er niet langs. Vettel gaat langzaam. Aan de binnenkant. En we hebben de leiding in deze race. Oké, ik zal nu gewoon proberen om kwalificatieronde naar kwalificatieronde te rijden. Ik zal nu gewoon proberen om heel erg hard te pushen. Heel consistent te rijden en weg te rijden bij Vettel. En het lijkt op dat we aan het wegrijden zijn bij Vettel. Ik ben heel erg snel. Dit had ik echt niet verwacht. Ik ben echt gewoon sneller dan iedereen in dit veld. We gaan echt... Ik denk wel echt dat we gaan meedoen voor de titel. Als we
Als we zo doorgaan de rest van het seizoen moeten zetten. En een 1.55.5. Dat is volgens mij nog sneller dan de tijd die ik zette in de kwalificatie. Oh ja, dit is onze geplande ronde om er binnen te komen voor onze pitstop. Moet ik oppassen dat ik dat goed doe en geen penalty krijg. Doordat ik te snel de pit in ga. Oké, we komen dus nu naar binnen voor onze pitstop. Ik ga dit een beetje behoedzaam doen. Oké, okay. In ieder geval hebben we geen penalty, want ik ging... Oké, okay, ik moet hier remmen. Oké, okay, ik heb best wel vroeg geremd. Kijk. Nu een goede pitstop krijgen. 4,8. Oké. Okay. Denk wel prima. Oké, okay, we hebben nu de leiding verloren. Maar dat maakt, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit als ik nu weer de pitlimiet ervan af moet halen. Oké, okay, banden zijn natuurlijk nog koud, dus ik moet een beetje oppassen. Oké, okay, hier hebben we Fernando Alonso. Maar het maakt niet zo heel veel uit als we hem inhalen of niet. Want we racen hem natuurlijk niet effectief, want hij moet nog zijn pitstop maken. Oké, okay, Alonso komt nu naar binnen voor zijn pitstop. Neemt het ook erg behoedzaam kennelijk. Oké, okay, ik merk wel dat de tempo op de primes wel echt een stuk minder is dan op de options. Dus ik denk niet dat we hier nog voor een snelste race ronde kunnen gaan. Zo. Ik vraag me eigenlijk af hoe groot het gat naar Vettel is eigenlijk. Want ik heb er helemaal niet op gelet. We komen er na het lijn om onze eerste overwinning uit onze carrière te pakken in onze eerste race. Zo, in de tweede ronde zetten we de snelste race ronde van een 1.55 nog wat. 37 seconden. Serieus. Waar is Barrichello? 15e. Waarom eindigt mijn teamgenoot in de race van 10 ronden 74 seconden achter mij? Volgens mij hebben ze gewoon Rubens auto gesaboteerd. 37 seconden. Ik was echt heel erg dominant in deze race. In de kwalificatie was ik niet zo heel erg snel. Maar in de race was ik echt niet te kloppen. Lucas Di Grassi. 85 seconden achter ons. In een race van 10 ronden. Dus dat is echt... bizar. Nou, dus in het kampioenschap liggen we aan top. Het is een heel mooi begin voor het kampioenschap. Ook een heel mooi begin voor het kampioenschap voor Williams. Want... ja, Williams ligt als constructor ook bovenaan in het kampioenschap. En we zullen nu een interview hebben. Oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Dat is wel erg leuk van de V2010, vind ik, dat we nu een interview gaan hebben. Qualifying objective is passed, finish 10th or above. En de race objective is ook natuurlijk passed, finish 8th or above. Want we werden eerste. Dus de doelstellingen voor dit weekend zijn... behaald. We gaan nu een heleboel levels omhoog. Level 4. Ik weet niet zo goed wat je ermee kan met levels of zo. Maar het is altijd leuk natuurlijk. Om nog level te hebben. Hier zijn we dus. Wij de interviews. In de press conference. En dit vind ik wel het mooie van F1 2010. Ik zet even het geluid ietsje harder, want de stem van die mevrouw is best wel zacht. Hoe voel ik me over dit resultaat? Ik denk dat ik voor de middelste ga. A first win is going to be special for any driver. Ja, ik ga voor deze. You've got to be feeling good about taking a victory in your first season in Formula 1. Let us in on what you're experiencing right now. Are you emotional? Ben ik emotioneel? Nou, nee. Nou, ik vind het een beetje een antwoord van... als je deze kiest van het is mijn werk om races te winnen. Het is natuurlijk wel... dat is een beetje te pessimistisch.
Ik doe wel de middelste. Taking a victory in your first season must put you in a strong position within the team. Are you hoping your attempt to assert yourself is recognized sooner rather than later? Zal mijn harde werk worden herkend? Ik doe deze. Dus dat is het interview dat we hebben gehad in de press conference na onze eerste overwinning. En dat is het dan voor deze video. De volgende race zal zijn in Melbourne. En ik heb ook een heleboel trofeeën gewonnen. In ieder geval, dat was het dus voor deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat me maar weten in de reacties of ik hier mee door moet gaan. En als je dus de video leuk vond, vergeet geen like achter te laten. En als je nieuw bent, abonneer dan eventjes voor veel meer F1 video's. En dan zie ik jullie weer in de volgende.